Ik mag een kaart trekken. Ja, kaart trekken. Dan doen we de groene kaart. Wat was je mooiste overwinning? Ja, wat was je mooiste overwinning? Dan kan je natuurlijk over sport praten. Je kan over je leven praten. Over je mensen. Wat? Ja. De buurt, ja. Ik denk toch wel dat ik mijn mooiste overwinningen in mijn werk heb behaald. Ja, wat doet u? Ik ben een opbouwwerker, dus dat betekent in Rotterdam 30 jaar, 35 jaar. Dus dat betekent dat je met mensen tot coalities moet komen om dingen te bewerkstelligen. Maar is dat in wijken dan in Rotterdam? In wijken, in het centrum heb ik gewerkt. Feyenoord, Pendrecht, Schiedam, noemt u maar op. Dus in alle wijken heb ik wel gewerkt. En iedere keer is het een overwinning. Als je mensen soms zelfs een klein beetje tegen hun zin laat samenwerken om uiteindelijk wat te bewerkstelligen, ja. En wat is je mooiste ding wat je gedaan hebt? Wat je dacht, nou, dit project is zo goed geslaagd. Voor mij is dat de Witte de Witstraat. Hè. Dat is een gecriminaliseerde straat, hè. Drugshandels, prostitutie, wapenhandel. En die hebben we in een jaar of 20 toch tot de grootste, hipste straat van Nederland gemaakt. Dat was een grote overwinning. Daar hebben we 20 jaar aan getrokken. Ja. En wat hebben jullie daar specifiek gedaan? Ik werkte toen de tijd ook voor de wijkontwikkelingsmaatschappij. Dus dat betekent dat je panden kocht. En samen met de politie. Dus dan saneerde je eigenlijk de criminaliteit. En je zorgde voor een concept. In dit geval was het tussen Boijmans en het Maritiem Museum moest gebouwd worden. Ja. Dus wij dachten, nou, we kunnen misschien wel een kunstboulevard concept doen. Dus dat hebben we opgepakt en er zijn inderdaad een hoop kunstinitiatieven zijn er toen gekomen, gesponsord overigens. Maar heb je een eigen groep die je dan iedere keer kan inzetten? Of is een groep? Of nou, jij stuurt iets aan? Nee, kijk, de Wijkontwikkelingsmaatschappij die had een stichting en die verzorgde de software, de goede ondernemers. En de BV die kocht de panden. En ik heb nog even een brandende vraag. Ja. Ik zie u hier staan zo. Met uw mandje? Wat zit er in dat mandje? Nou, daar zitten oude kranten in en nog wat spulletjes. Hè. We gaan naar Duitsland toe, dus we nemen even wat spulletjes mee. Ja. Bevrijdend dat het maar huis dat u, is. Maar dat u zich zo verheugt op zo'n verhuizing. Ja. Ja, omdat het voor ons zeldzaam is. Ja, dus voor ons natuurlijk. Wij zijn honkvast. We waren honkvast. Maar dat je alles in moet pakken en dat soort dingen. Nou, wij hebben de mazzel. Ja? Onze dochter koopt het huis. Dus we kunnen... De hele belangrijke dingen blijven staan. Dus de dingen kunnen blijven staan. Want dat wil ze niet. En zij is huis gegaan. Ze heeft nooit iets opgeruimd. Dus ik mag ze... Gemeen, hè? Nee, die vind ik heel leuk. Gemeen, hè? Ja, is wel leuk. Voor dan kan ze gewoon verder weer met leven. Ja, dan gaan ze weer verder. Ik mag ze het zelf opruimen. Wel, ze dacht, nou, dat doet de moeder wel. Maar dat mag ze zelf doen. Dus maar wat gaan jullie in het nieuwe huis doen? Moet er veel gebeuren? Nou, het wordt opgeleverd eind van het jaar. Wat is het nieuw huis? Ja, nieuw. Ja, het is huur hoor. Maar ze gaan van kopen naar huur. We hebben ons hele leven zo hard gewerkt en zo. Ja, precies. Het onderhoud, onze dochter zei dat, mam, waarvoor ga je nou niet huren? Want wij maar speuren van kopen. Ze zegt, dan ben je al die onderhoud op. Hij is op leeftijd, ik ben op leeftijd. Dus we gaan er nu van genieten. Natuurlijk, we vieren het nu ook vandaag. En we vieren het morgen, we vieren het ook morgen. Ik vind dit zo heerlijk. Ik ben zo enthousiast. Ja. Geweldig. Het was echt een losse op ons schouder. Een beetje andere smaak weer. En dan zeggen, joh, moeten we dat doen? Het is zo leuk. Het is net of je weer jong wordt. Ja. Nou, moet ik nog verliefd worden weer? Maar ja, we hebben een kleindochter van 8 maanden en daar zijn we verliefd op. Ja, ook dat nog erbij. Zo mooi. Is het eerste? Eerste. Ja. Zo leuk. 8 maanden, ja. Daar ben je echt. Ik wist niet dat je op Leo zo verliefd kon worden. En hij ook niet hoor. Precies. Ja, precies. En dan verbaas je dan, hè? Ja. Bij ons was het al laat. Want wij waren 21 jaar getrouwd. En toen kwam onze dochter. Wij dachten, bij ons gaat dat niet. Gaat nooit meer lukken. Dus moet je of adopteren of weet ik veel wat voor een dokterstoestand. Nou, daar hadden we niet zoveel behoefte aan. Want als de natuur het niet toelaat, nou jammer. Maar ja, dan krijg je dit. Ja. Nou, maar toen dacht zij natuurlijk van, ja. Mijn moeder was 36, ik was 46. En zij dacht, nou, dat heb ik nog een leven tijd. Maar zij was 26 en werd ze zwanger. Dus...